Dat was niet gewoon een bed natuurlijk, dat was ergens anders, ja. Waar? Ja, daar gaan we. Mocht zeggen, mocht zeggen, please. Dat was ergens in de natuur. Bed of zo. Serieus? Oh my god. Amai. Yes. Het is echt een gezoek en gefriemel en gedoen. Van mij was het een fiasco. Op mijn huwelijksverjaardag. En wanneer dus was dat? Ik ben 5 jaar verloofd geweest. En als ik 25 jaar oud was, op mijn huwelijksverjaardag, was de eerste keer. Zo ging dat in de tijd. Hè. Ik heb 2 keer een riskeer gehad. 1 keer met mijn meisje en 1 keer met mijn jongen. Ja. Amai. Amai. Ja. Ja, dat deed toch wel een beetje pijn? Oh. Dat is een beetje te lang geleden van mij. Ik was 18, dus dat is niet super jong. Ook niet super oud of zo, maar ik weet dat ik... Ja, ik was nog niet mentally there. Ja. Mijn meisje, dat was heel leuk. Dat weet ik wel. Dat was echt... Dat was dat dan ook een filmscène nadoen? Nee, dat was echt gewoon op gevoel afgaan. Dat is echt zo van dat je denkt... This was a mistake. Like, dat... Doe pijn, dat je zo... En eerst kennen we een jongen. Ja, misschien had ik het toch anders moeten doen. Een keer dat je dan door... Allee, dat je door... Oh my god, dat ik nu echt... nogal expliciet en zo. Maar als je dan daardoor... Je moet daar zo gelijk even door. En dan, ça va. Maar ja, heel erg... Niet wat je gedacht had. Niet wat ik had verwacht, absoluut niet. Dat was zo van... Ik echt achteraf had ik zoiets van... Is dit het? Is ja. Dit het echt? Dit is het. Ik was teleurgesteld. Maar ze zijn heel tof masker. Echt. Heel mooi. Maar ik had zoiets van... Wat moet ik hier bij? Nee. Echt. Ja. Wat moet ik hier mee? Dacht ik. Van mij dit was het wel fijn eigenlijk. Mm-hmm. Met gebruik van poppers. Ah. En was dat dan in de zin van, wat moet ik hiermee, dat is een vrouw. Ja. En er is ook nog een ander geslacht. Ik was zo verlegen, ik durfde bijna niet bewegen. Kan je dat, poppers? Kan er mij iets bij voorstellen, maar kan het niet. Dat is een soort van fresselke, een soort van softdrug eigenlijk. Softdrug, dat u, ja. Waar je aan moet ruiken en u ontspant zo'n een paar seconden, al uw spieren ontspannen. Ja. Waardoor dat het vergemakkelijkt. Dat moest ik gehad hebben, ik. Ontspannen. Ja, bij mij was dat met mijn eerste vriendje. En dat was ook al... Allee, maar het was zo gewoon te verwachten dat dat ging gebeuren. Wat er daarna gebeurd is, is minder lief. Aangezien dat jij heel boos was. Ja. Maar op het moment zelf was dat wel tof. Maar ik was ook wel... Ik was niet boos dat dat gebeurd is. Ik was boos omdat je het niet veilig had gedaan. Ja. Ja, dat was niet gewoon een bed natuurlijk. Dat was ergens anders, ja. Waar? Ja, daar gaan we. Je mocht zeggen, please. Dat was ergens in de natuur. Dat was zo. Serieus? Oh my god. Niet zeggen, vertalen. Mijn stiefpapa van toen was thuis. En ik weet dat hij zelfs nog langs is gekomen. Toen dat wij niet toen dat wij bezig waren, maar ja, we waren gestopt omdat wij die de trap hadden horen komen. En die kwam dan ja, langs. En die was zo, want dat was op de zetel. En die kwam langs en wij waren alle twee zo aan het doen alsof dat wij gewoon een film aan het kijken waren of zo. En dat was zo'n gefriemel en gedoe. En dan uiteindelijk, ja, bedoel, dat is ja. Ja, op een parking. Op een parking? Ja. Echt erg. Op een auto. In een auto. Dat is een eerste keer. Wat? In een auto. Op een parking. Echt hilarisch zo. Heb jij al iets gestolen ooit? Hoe illegal werd jij in die tijd?